Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Make sure you come We gaan back. vandaag weer GTA Online spelen. En ik heb echt geen idee wat ik ga doen. Maar dat zien we dan wel. Ik had me in ieder geval even verkleed naar dit. Ziet er awesome uit, vind ik. En ja, die gunrunning, maar dat gedoe is nog steeds niet jammer. Want als we naar Bartok eens een keer ingaan, dat is het nog niet te zien, hè? Wacht, ik heb een idee. Ik heb misschien een idee hoe we aan geld kunnen komen. Dan pakken we eerst een auto. Want je kon die ene bank in en er was ook een kluis, volgens mij. Als er geen politie achter ons aan gaat zitten. En dan. Oh, hel. Ik wil eerst even langs de Emanation. Maar dat ligt denk ik ook op onze weg. Laten we eens even die auto gaan verkopen. Dan hebben we genoeg geld. Want het is handig als we een sticky bomb op die kluisdeur plakken. Tenminste, ik hoop dat we er lekker wat geld van kunnen krijgen. Of überhaupt geld van kunnen krijgen. Want je kon er wel naar binnen. En je kon ook bij die kluis komen. Maar anders had het wel. Kijk, dat is wel genoeg. Ja, dat lijkt me al genoeg. Maar we gaan in ieder geval ja, kijken of we een bank kunnen beroven. Of we die grote bank kunnen beroven, inderdaad. Dat gaan we vandaag eens proberen. En ja, als het niet lukt, als het niet werkt, dan werkt het niet. Dan is het gewoon zo. Dan weet ik dat ook maar. Oké, nou. Hey, staan. Oh, wow, what the fuck was dat? We pakken gewoon even een simpele auto. Even kijken. Ja, staan blijven, staan blijven. Nou ja, dan pakken we deze maar. Deze is ook niet verkeerd. Deze auto. Maar niet heel mooi. Geen, we willen geen copyright, dus daarom zet ik even radio uit. Goed, we gaan nu eventjes naar de Emanation. Unknown. You jacked my ride. I'm going to have you smoked. Oh shit. Heb ik weer eens een bounty? Nou, even kijken. Ah, oh, we zijn maar met z'n drieën. Dus. er is maar een kleine kans dat ze me neer kunnen, halen als we op die bounty uit willen. Maar in ieder geval even eerst een paar sticky bombs. Lijkt me wel. Zag ik nou daarnet een stun gun? Ja, nee, je hebt helemaal geen stun guns in online. Dat is best. Dat is kut. Ik wil ook eventjes, voordat we gaan doen. Oh! 20. Wacht. Een army tint. Even kijken hoor. Dat lijkt me ook wel. Dan was het steeds gewoon. Ja. Dat vind ik veel mooier. Eerlijk gezegd. Goed, dan even. Hoeveel. Nou, goed. Dan moeten met de. Roeien met de riemen die we hebben. Sinds ik die flare gun heb veranderd. Ja. Het is even niet anders. Maar we gaan het gewoon proberen met één sticky bomb en anders. Want het is me wel eens gelukt. Dat ik kruisbeur open kreeg in story mode. Oh, wat heb ik. Wat ben ik weer voor rare domme acties aan het doen. Ik had beter gewoon een heleboel sticky bombs kunnen kopen. Ja. Nu we toch zijn. Wat zijn we nou toch allemaal aan het doen? Vraag ik me af en toe. Want daar. Ja. Hier is toch een winkel. Dat is toch makkelijk. Dan hebben we ja. Dan gaan we gewoon even. We gaan niet meteen ons wapen trekken uiteraard. We gaan het pas hier doen. Dan gaan we gewoon het pistool trekken. Ja. Oh god, no, please. Oké, I'm going as fast as I can. Ja, snel. Snel nu. Snel. Wait for the store clerk to empty the register to get the full amount of cash.
Jee, dit gaat wel lekker snel. Dit gaat heerlijk snel. That's all I have. Just take it. Is dit genoeg? Ach ja. Komen we toch wel even mee door voorlopig. Met genoeg sticky bombs. Nu nog even de politie zien te raken. Want anders kan je helemaal geen... Dit kun je niet mee. Dan komt er ook eentje van die kant, van die kant. Oké, we gaan hierin. Nee. Dit kun je niet menen. Dit kun je niet maken. Hé, kijk. En hier is mijn... Hier is mijn nieuwe clubhuis. Ik zit ingeklemd. Yes! Nou, dat ging wel redelijk snel. Hè? En hier is toevallig al de bank. Dus dat is mooi. Tenminste, kon je er ook nog in online in? Ik geloof het wel. Oké, hier is dus dan de bank. En ja hoor, we zijn gewoon binnen. Even kijken. Nee. Doen we maar niet. Nee. Maar wel grappig. Ik wist niet eens dat je hier eigenlijk ooit binnen kon komen eigenlijk. Überhaupt. Nou, daar is de exit. Oh shit. Ik heb een naar voorgevoel wat het... als je toch niet die deur in kan... Maar... Lekker dan vergeten. Weet je wat ik weer vergeet? Sticky bombs. Ik vergeet weer even naar de Amination te rijden. En sticky bombs te kopen. Want we moeten toch op een of andere manier moeten naar binnen komen. Natuurlijk. Want die poort zat ook dicht. Misschien kunnen we het met de sticky bomb openblazen. En... Ja. Dan hopelijk komen we dan op die manier binnen. Nou, had het ook zo met de kluis kunnen doen. Ik wil dit even snel doen. Dus nou maak ik gewoon allemaal geld op hoor. Alleen voor sticky bombs. Oké. We hebben nog $200. Dus dat moet het zijn. Een bank beroven, inderdaad. Ja, zo ga ik het in de titel noemen. Ja, het is inderdaad al een tijdje geleden dat ik GTA Online had gedaan. Dus het werd tijd. Het was anderhalve maand geleden dat de laatste aflevering van online GTA Online... ik doe laatst even aan de free mode eigenlijk. Misschien moet ik ook weer eens races gaan doen. Zo. Nou, daar zijn we. Goed. We hebben 5 sticky bombs en we hebben overig als het... kunnen we hier echt niet in? Noep. Dan trak ik even sticky bomb. En hopelijk werkt het, anders moeten we... Dit is eigenlijk best wel kut. Als we er echt niet kunnen komen. Maar ja, wat dan? Kijk, we kunnen hier wel naar boven. En dan zijn we hier. Zo. En hopelijk kunnen we ook nog door die door. Ja hoor. Ja hoor. Yes, we zijn er gewoon. Het is ons toch gelukt. Even kijken, kunnen we nu wel door? Nee. Hoep. Ja hoor. Alleen in story mode kun je bij de kluis komen. Maar ja, wat heb je daaraan überhaupt? Nou, ik zet alles op alles. Nee, het kan niet. Dat is echt balen. Echt balen. Nou, ik wist het eigenlijk al. Eigenlijk. Anders zou het wel te makkelijk zijn om geld te verdienen in GTA Online. Anders zou het een beetje cheaten en vals spelen zijn, zeg maar. Kun je hier trouwens. Oké. Dat is leuk om te weten.
Dan wil ik even die andere kamers eigenlijk voor de gein ook even checken. Oké, okay. Hartstikke leuk. Het is ja, ik vind het echt kut dat het niet kan. Ja, het is best kut, inderdaad. We gaan gewoon via de makkelijke weg. En dan gaan we gewoon even lekker naar buiten weer. Ja, altijd goed naar buiten. Hey, en het is ondertussen hartstikke donker geworden. Nou ja, dit is even een korte aflevering. En ik hoop dat jullie het even leuk vonden. Dus zeker even duimpje omhoog. Dat zou ik zeer waarderen. Dus later.